eerste zaterdag van de maand is hier een streekmarkt. Ja, daar vind je de prachtigste producten. En het leuke is, de fietsroute begint hier ook nog eens. Kijk, wat we nu doen is paling opsteken. Dan steek ik samen door de kop. Doe ik de duim er zo tussen. Kijk, en dan gaat hij zo tussen de vingers door. Dus ik steek hem ook nooit in de vingers. Ik ga er altijd tussendoor. En dan gaan we even kijken of ze gaar zijn. Waar voel je nou aan? Nou, nou voel ik, kijk, op de buik van de paling, ja? Of die goed zacht is. Oh ja. Zie je? Ja. Kijk, dit is de neus van de kender, hè? Ah, ja, alleen al dat vet, dat plakkerige wat erop zit. Alsjeblieft. Dank u. Grote knoflook. Dit is zo lekker. Daar een jus van te trekken of een mooie saus van te maken of gewoon door je gerecht heen te doen. Wij maken wel veel dingen, zeg maar, zoals ze in Italië ook gewend zijn. Ik heb hier bijvoorbeeld salami. Dat is salami met venkel, typisch Italiaanse smaak. We zijn ook in Italië geweest om dat te leren maken. En wat zit hier omheen? Dat is natuur daarom. Ja, we werken alleen maar met natuurlijke producten. Doeg!